En Suriname en Guyana zetten hun samenwerking op nog een niveau voort. In de bankethal van Torarica vond gisteren de lancering plaats van het nieuwste tijdschrift, Inside Guyana. Volgens mede-hoofdredacteur van het tijdschrift, Sean Taylor, zit er een diepere band tussen deze twee landen. Hij vertelt hoe ze aan de naam zijn gekomen. En Donald heeft een heel mooi piece geschreven, waar hij je eigenlijk de waarheid vertelt. Somehow or the other, the name appeared and we both spoke the word out. And our third colleague, whom Donald does not remember, he has passed on now, Guyana. And so I'd like to read these simple lines that really capture the essence of this space that we are already moving in, that our lovely indigenous brothers, the Marons, already move in this space. And they move in a way that is tremendously, deeply respectful. And one of the reasons why it was so important, Sylvia, that Shatta, in fact, it was universal guidance that Shatta actually said, yes, we want in with you. Het is de eerste editie van het tijdschrift dat als doel heeft aandacht te geven aan de connectie tussen Guyana en Suriname. Er wordt daarin breedvoerig gesproken over verschillende onderwerpen, met name toerisme, handel, transport, commercie, cultuur en sport en landbouw, zegt mede-hoofdredacteur Donald Sinclair. We have been seeing recently growth businesses in one country appearing in the other. We have Assyria, Fernandez, the representative from Fernandez is here. You have the Yokohama, Rhodesia, and other companies that are in both countries. That seems to be a growth area, and more we're seeing that. It seems to me that in recent times, oil is driving a lot of this energy, a lot of the cooperation between Guyana and Suriname, but it is not only oil. We are neighbors plus, as we always say, we are more than neighbors. Het tijdschrift is allereerst overhandigd aan zowel Surinaamse en Guyanese sponsoren. Aan Sadi en Ronnie Aluma mochten ook een exemplaar in ontvangst nemen.